Nog 50 meter. En de start is gevallen. En we hebben na de start andermaal Gabor Reis die naar de leiding snelt. Op de tweede plaats is het dan Gerko Steenweek. En aan de binnenzijde gaat Lola Barroso over. de schaar je op nummer 3. Nummer 3 galop. De drie maakte de galopade van start af. Dream of Jema en heeft daarbij te veel mispassen gemaakt. Waardoor die onder de bijl van uitschakeling is gevallen. En we gaan op weg naar de overzijde van de baan. Uitgeschakeld, 2-2 galop. Vervolgens dat de favoriet uh, zich al heel aardig in het front heeft gemeld. Die bevindt zich op de vierde plaats op dit moment. En vooraan krijgen we een wisseling van de wacht. Waarbij Gerco Steenwijk de leiding heeft overgenomen van Gabo Reis. In derde stelling daarachter hebben we John de Leeuw. Die een gasrit heeft voor Marcel Hauber. Achter uh, Hurricane Boshoeven. Marcel Hauber die ook het belang inzag om de deze meeting te redden en daar een aantal paarden voor beschikbaar heeft gesteld. Marcel Groots vanaf deze zijde. Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. Elwood Charisma heeft met dit quintet nog de aansluiting. En we gaan zo dadelijk langs de rechter met twee rondes te gaan. En het is Jeffrey Miras die met Gerko Steenwijk hier het veld te de weg wijst. Hij heeft een lengte of drie voorsprong op Gabor Reis. Daarachter lijkt John de Leeuw aanstalten te maken om zijn nummer vier Hurricane Boshoeven naar voren te sturen. En dat wordt dan de ideale gangmaker voor de favoriet daarachter. En dat is paard nummer acht, Vedor DZ. Achter Vedor DZ is er aansluiting voor Elwood Charisma. En dat is de situatie als we naar de overkant van de baan gaan. Met nog altijd een gezonde voorsprong voor die, nummer, voor die koploper. En dat is Gerko Steenwijk nummer 6. Maar de contreactie. Want daar gaat aan de buitenzijde nu naar de tweede plaats de vier Hurricane Boshoeven. En achter Hurricane Boshoeven is dan de binnenzijde Gabor Reis. Die wordt gevolgd in het tweede spoor door Vedor DZ. En een lengte of 2,5 daarachter opereert de zeven Elwood Charisma. En zo schuift het veldje dan wat in elkaar als we zo dadelijk weer in de rechterlijn komen voor de tribune. Goed bezocht vandaag op Alkmaar in het prachtige weer. En we gaan nog één ronde afleggen met aan de binnenzijde aan de leiding Gerko Steenwijk. Buitenzijde Hurricane Boshoeven. Binnenzijde Gabor Reis en achter deze paarden als een sluipmoordenaar in de wachtkamer Vedor DZ. Achter Vedor DZ is er ook aansluiting voor Elwood Charisma. En we gaan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal. En het wachten is nog altijd op de aanval van de favoriet Rob van Toor. Hij lijkt daar nogal wat in handen te hebben. En nu mag Vedor DZ het laten zien. Komt in het buitensporen en springt weg. Galopade voor Vedor DZ net op het moment dat hij zijn aanval in wilde zetten wordt binnendoor nu ook gepasseerd door El Elwood Charisma, een gigant van een outsider. En V door DZ is weer gezet en die komt in het buitenste spoor naar voren. We zijn halverwege de laatste bocht en het wordt nog een mooie koers waarbij alle paarden nog kansen hebben. En Hurricane Bossu aan de buitenzijde naar voren komt. Helemaal aan de buitenzijde, Elwood Charisma. En nog wijder aan de buitenzijde, V door DZ. Binnenzijde nog niet verslagen, Gerko Steenwijk. Laatste rechte lijn, vijf paarden die strijden om de overwinning. Met aan de binnenzijde nog Gerko Steenwijk. Daar komt aan de buitenkant Elwood Charisma, het paard dat het wel degelijk kan. En vandaag laat hij het voor het eerst eens Leven zien. Elwood Garisma, tweede plaats erachter de zes. Nog op de nummer